Welkom terug bij weer een nieuwe voetbalmanager video van Pinch Hitte FM. Ik ben Rick en voetbalmanager 2021 is uit jongens. Um, ja, ik kan een heel lang verhaal hier houden, maar laten we vooral naar de game gaan. Voetbalmanager 2021, daar gaan we! Daar zijn we dan en zoals afgesproken zijn we aangenomen door Ajax. Uh, we zijn begonnen bij Ajax. Oh, alles kleurt hier aan elkaar. Uh, en ja, we zijn hartstikke blij dat we hier zijn. Uh, het eerste scherm is volgens mij nog precies hetzelfde. Het enige wat ik zie is dat ik hier een driejarige deal heb. Uh, normaal gesproken was dat twee jaar of één jaar. Maar nu is het in ieder geval drie jaar. Dus we hebben in ieder geval de tijd om wat op te bouwen enzovoort. enzovoort. Hartstikke mooi. Ajax heeft de aanstelling van Rick van der Rohe als nieuwe manager, dat ben ik, vandaag bevestigd. Er worden vraagtekens gezet. Ja, uiteraard, dat zal altijd wel. Nou, dit is uh, de, 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 over, uh, de overview van Ajax. Ik, ik heb een, uh, een, een logo-pack gedownload en, en geïnstalleerd. Uh, gewoon omdat ik wilde dat de echte logo's erin stonden. Het mag eigenlijk niet, hè? Maar goed, uh, we hebben hem gedownload en uh, hij zit erin. Oeps, ik kan er nou niks meer aan doen. Daar gaan we. Dit is de ploeg die volgens uh, de trainerstaf. het gaat worden. Ja, uh, iedereen behalve Huntelaar, denk ik. Maar dit zou inderdaad wel eens de, de ploeg kunnen zijn. Misschien Koedoes, Klaassen. Uh, dat daar nog Gravenberg bij komt. Want daar ben ik uh, hoogste salaris. Huntelaar. Oeh. Mm. Jammer, Klaas. <laughs> uh, ik denk dat we dadelijk stoppen met dat. Volgende. We moeten, volgens de club moeten we aanvallend voetbal spelen. We moeten spelers ontwikkelen via de jeugdopleiding en mooi voetbal laten zien. Nou, dat, uh, dat is op zich wel een goed plan. Het vijfjarenplan is heel makkelijk. Uh, binnen het salarisbudget blijven. Hé, hey, dat kunnen we. Goed, man. Uh, einde van het huidige seizoen moeten we de eredivisie winnen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, de Champions League eerste knock-out ronde bereiken. Ook dat, ik, ik, ik hoop dat dat kan. Want uh, ja, het ligt er maar net aan hoe de loting is. Even kijken, tot slot. Schroom me, niet, schroom me niet om te laten weten als je een van de onderstaande afspraken wil maken. Ik wil je nogmaals welkom heten bij Ajax. Iedereen hoopt dat dit het begin is van een lange en succesvolle periode. Ah, Ed, bedankt hè. Topper. Uh, wil ik een persconferentie plannen met de media? Ja. Het lijkt me fijn. En arrange an intra-squad-friendly to assess the squad when possible. Very possible. Yes, yes. Let's do it. Confirm. Oh, dan moeten we hem opslaan. Uh, Ajax. Zoals je ziet, ik was al een beetje begonnen. Ik moest toch even een beetje voorbereidingen treffen. hè. Goed. Nou, we hebben de leiding op ons genomen. Perfect. Dit ziet er allemaal nog wel redelijk hetzelfde uit we hebben natuurlijk wel nieuwe graphics en, en weet ik wat, dit zijn de spelers die wij, uh, die de, waar de contracten bij aflopen um, waaronder Brobby waaronder Quinten Timber Nick Hengelman <laughs> dat is ook een mooi verhaal natuurlijk Nicky, um, ja dus daar gaan we wel. Klaas-Jan Huntelaar die voor 217.000 euro per maand bij ons rondhobbelt uh, Maarten Stekelenburg die voor 32.000 euro uh, Nou, Daar gaan we later wel naar kijken. Uh, de tactiek gaan we ook later naar kijken. Ik, ik wil vandaag wel even een wedstrijdje spelen. Dat is dan wel weer grappig om gewoon te laten zien hoe het eruit ziet en uh, hoe, uh, hoe het werkt. Ik weet nog ik niet zelf hoe het werkt maar we gaan, daar gaan we met z'n allen achter komen. We hebben de eerste wedstrijd tegen Ajax, de second eleven. Dus oftewel gewoon jong Ajax. Um, ja, goed, dit, zijn, uh, dit is de, de overview. We hebben echt een berg geld bij Ajax. Je hebt echt een berg geld. Je hebt een transferbudget van 50 miljoen. En het totale saldo op de bank is 125 miljoen. Dat is gewoon echt een berg geld. Goed, wat we voor de rest zien is dat we. Uh, ja, eigenlijk dat dit is eigenlijk niet heel erg veel veranderd. Dan gaan we naar de selectie, nou, da daarin zitten natuurlijk de spelers van Ajax. Dus we hebben Stekelenburg, Onana, Kleiber, Masroui, Persguus, Alvarez, Tagliafico, Martinez, Blind, Eklekamp, Graafberg, Kudus, Anthony, Davy Klaassen, uh, Promes, Neres, Labiad, Tadic, Bandé en Klaas-Jan Huntelaar. Um, ja, dit is, dit is hoe de, de groep er tegenaan staat op dit moment. Samenhang is slecht. Ik zou niet weten waarom, want de ploeg is niet heel erg veranderd. Maar goed, oké, okay, de samenhang is slecht, dus daar moeten we wat mee gaan doen. De tactiek, nou, dat, dat, gaan we, dat doe ik zo even allemaal instellen en dan later. We hebben nog geen tactiek gesorteerd. We hebben geen staf, dat ga ik ook later even instellen en aannemen en doen. Uh, we hebben echt helemaal geen staf. We hebben één technisch directeur, dat is Mark Overmars. We hebben één vicio, een medisch hoofd. En we hebben één manager. Ikke. Mooi man. Nou, de training, daar kunnen we dus nog niks mee. Het speelschema. Nou, we hebben dus de oefenenste tegen Ajax, jong uh, Ajax. Competities. Dit zijn de competities waar we mee doen. Hier is eigenlijk niet heel erg in, veel in veranderd. Overmars beveelt Evans aan. Geen idee waarom. Dit zijn de uitgaande transfers die al geregeld zijn. Dus Noah Lang gaat natuurlijk weg. Die gaan naar Club Brugge. Uh, Marien gaat natuurlijk. Die gaan naar Calgary. Um, dan hebben we hier. Nou, dit is eigenlijk de, de, gewoon de info. Ook niet heel veel aan veranderd. Wel die mooie drie shirts natuurlijk. Fantastisch. Johan Cruijff Arena. 55.000 man kunnen erin. Er zit geen uh, COVID-19 in. Dus alle stadions zitten gewoon. Als je het goed doet zitten ze vol. Dus dat is wel, uh, wel weer mooi. Um, ja, dit is gewoon wat we net zagen. Hè. Ze willen ook de club verkopen. Dus dat is wel weer interessant om te zien. Dat is niet na dit seizoen zo te zien. Maar dat is wel na het volgende seizoen. Oké. Okay. Dit is Saldo. We hebben nu een beetje verlies gemaakt. Enzovoort, enzovoort. Het ontwikkelingscentrum, het centrum waar wij ons op gaan focussen in deze game. Dus we zien een hoop talent. hoop potentieel talent. Kenneth Taylor zien we, we zien Lassina Traoré, We zien uh, Divine Ranch, Victor Jensen, Dominic Kotarski. Het, het zijn, Kjell Scherpen wil ik sowieso, die gaat sowieso naar het eerste. Lassina gaat naar het eerste. En ik wil Kenneth Taylor ook naar het eerste hebben. En ik denk dat Divine Range ook naar het eerste wil hebben. Nee, die is nog, vind ik nog wel wat jong. Kotarski, voor mij die hebben we toch verhuurd. Die is toch verhuurd in het echt of? Wat ben ik nou? nou en anders, Jij ja, gaat gewoon naar het eerste en we zien het wel. Victor Jensen, ik ga wel met een aanvallend, aanvallende middenvelder spelen, denk ik. Dus het is wel interessant om te zien of hij mee kan. Hmm. 20 jaar inmiddels. Dus als hij wil doorbreken, moet het nu gebeuren. Goed, dan gaan we even kijken bij het B elftal. Dan zien we natuurlijk Nati Univar, Kipiri, Divine Ranch, Rio Hille, Virio, Brian Brobby, Terence Douglas. Terence Douglas die denk ik ook wel interessant, want een tweede linksback kan wel. Um, nou, best wel, echt wel een hoop talent. We kunnen hier echt wel uh, jaren op vooruit eigenlijk. Zo zien we dat. Christian Rasmussen. Uh, gewild is door Everton. Dan gaan we even bij de onder 19 kijken. Dus daarin zien we vooral Jurie Regier. Regier. is een, uh, een be begenadigd talent. Prins Aning. Kikken, nou zeg hij. Hey. Dat is kikken. Uh, Linksback ook heel erg uh, getalenteerd. Uh, veel potentie zie ik. 4,5 ster. Eigenlijk is het 3,5. Maar dat kan dan weer met die andere sterretjes oplopen tot 4,5. Uh, Bobsen. Jeppe Kier. Jeppe Kier, dat is ook kick. Jeppe Kier. Matteo Milovanovic. Zo. Het is een Nederlander, Milovanovic. Milovanovic. Mooi man. Daar moet ik nog wel even op, uh, op oefenen. Olivier Aartsen. Ook een. Beganarig talent. En zo kunnen we eigenlijk nog wel uh, even door. Totdat we, zeg maar, um, onderaan zitten. Um, we gaan. Ik ga nu even. We hebben nu even uh, doorgekeken alles. En ik ga nu even toewerken aan de eerste, de eerste wedstrijd. En even een tactiek instellen. De. de, de kunnen we even. Ik moet hier een reactie geven. Uh, wil ik een tactiek creëren? Eh. Uh, Goed, ik ga even een tactiek creëren. En dan ben ik zo dadelijk bij jullie terug. Tot zo. Ja, ja, daar zijn we dan. De wedstrijd tegen Jong Ajax. Um, het gaat even wat anders dan ik had verwacht. Want um, eigenlijk is dit de aftrap. Ik heb uh, verder. We gaan nu even naar de aftrap. Even kijken wat er nu gebeurt. Um, regisseur, we hebben dit dit heb ik al een keertje allemaal ingesteld. hoor. camera uitgebreid. Nee, ik wil de belangrijkste hoogtepunten. Um, herhalingen aan, regisseur nee. achter het doel. Hè, dat vinden we wel. Dat vond ik wel kik. Oké, okay, even kijken. Nu heb ik, ik kan dan hier. Ah, mooi. Oké, okay, dus um, dit is de wedstrijd tegen Jong Ajax. En ik zie dat jong Ajax met twee keepers speelt. Dat kan niet helemaal kloppen, maar goed. Uh, twee keepers. <laughs> het gaat even een beetje anders dan ik had verwacht. Um, de opstelling van Ajax uh, gaat als volgt. Onana op doel. Uh, Mazrohi, Alvarez, Martinez en Tagliafico in de verdediging van rechts naar links. Blind en Klaassen centraal op het middenveld. Koudous. Achter de spits, David Neres aan de rechterflank en Promes aan de linkerflank. En Tadic in de spits. Um, er zijn wat jongens. Zijn er niet? Of ik, ik weet eigenlijk niet. Ah, we hebben dus wel jongens op de reservebank zitten. Uh, Stekelburg, Range, Gravenberg, Anthony en Kleiber zitten op de bank. Um, zoals gezegd speelt Jong Ajax met Twee keepers, Charlie Sedford en uh, Kelvin Ratie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat. Um, ja, we gaan kijken. We gaan beginnen. De aftrap is genomen. Blind. Dit is wel heel traag, jongens. Dit is wel heel traag. Ja, dit is beter, denk ik. Masroei naar Neres. En het wordt niks. We hebben hier. Ah, dit is mooi. De dugout. Ik zag daar links de wedstrijdstatistieken, en daar rechts. Geloof ik iets van uh, hetzelfde beeldscherm eigenlijk als wat we als we dit doen hebben, zeg maar. Dus dat is wel mooi. Um, oh ja, hier is Charlie Sedford. Die, uh, die speelt centraal in de verdediging. Dat is wel mooi. Um, Martinez. Nou blind, ik vind het. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit, mensen. En ze hebben er echt wel wat aan gedaan. De visualisatie is beter. En Promes scoort. Het is het eerste doelpunt van. Ajax in FM21. Onder mijn hoede dan. Hè? Misschien dat jullie uh, al wel hebben gescoord met Ajax. Maar uh, onder mijn hoede is dit het eerste doelpunt. Quincy Promes. Op aangeven van Mazraoui. Weet ik niet. Gaan we, uh, gaan we terugkijken ooit een keer. Mazraoui stoomt op. Eigenlijk onbedreigd. Koudous. Koudous met het schot. Oef. Net naast. Het ziet er wel beter uit. Het ziet er gelikter uit. Het voelt ook alsof de, de spelers en de. Kijk eens, een dieptepaas promes met een stiffie. Een <laughs> stiffie, dat heb ik nog nooit gezien. In FM. Een stiffie. Fico kopt hem door op Tadić. Tadić geeft hem aan promes. Kijk, 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 kijk. Ja, ja. Het ziet er echt wel uh, een stuk beter uit. Het voelt alsof het uh, een echt voetbalspelletje is. Alsof niet de spelers hun schaatsen aan hebben. En dat ze zo over het veld schaatsen. Um, er is over nagedacht heb ik het idee. Het voelt beter. Kremers schopt hier wel Takley Fico onderuit en krijgt dan niks. Maar het voelt um, echter. Kan ik dat zeggen? Het voelt, uh, ja, Ze hebben er echt wel hun best op gedaan. Het ziet er ook wel wat wel gelikter uit. Uh, dit is nu natuurlijk nog tijdens de coronaperiode. Dus uh, het stadion is leeg. Tagliafico, Promes. Op Neeres. Oi. Oef. Promes uh, zit er goed in. En we hebben hier natuurlijk onderop hebben we die, uh, de poppetjes, de, de, de mensen die in het veld staan. Dus we hebben Onana, Masrui enzovoort. En daarnaast staat dan dat hartje. En dat hartje, dat is eigenlijk uh, dat is, dat is de procenten van de fitheid. Dus we kunnen dadelijk hebben dat hartje, dat zien we dan dadelijk minder worden als ze moe worden. Dus dan wordt hij of oranje of al rood als je. Uh, en dan moeten we gaan wisselen. Hè? En dan uh, moeten we natuurlijk weer even gaan kijken hoe dat moet. Mazroui. Op Klaassen. Klaassen op blind. Blind met een steekballetje. En hij... Neres staat buitenspel. Afgekeurd. Afgekeurd. Neres. Buitenspel. Klopt het? Oeh. Ja. Ja, ja, ja. Net aan. Neres ontvangt de bal. Tadic draait goed weg. Kudus. Ja, die dieptepas. Dus dat zit, dat zit er wel goed in hoor. En Tagliafico geeft hem aan Neres. En Neres kopt hem binnen. Zo hebben onze buitenspelers uh, de wedstrijd goed in handen. Een kwartier spelen en er staat alweer 3-0 voor Ajax. Ja, dat kan ook niet anders als Zoals de, als de rechtsback eh, de tweede doelman is van eh, jong Ajax. Um, even kijken hoor. Kan ik ze prijzen? Zet spelers. Uh, alle posities: Promes, alleen op de doelman af. Oei, schiet hard op de doelman. Corner. Oeh, kijk eens. Nog een andere positie. Ik weet niet of dat normaal is, maar um, ik speel eigenlijk nooit met regisseur aan. Als, uh... Maar dit ziet er allemaal wel gelikt uit. hoor. Zetford werkt weg. <laughs> ja, dat zal wel een lange vent zijn. Alvarez. Klaassen. Alvarez. Blind. Terug op Alvarez. Een beetje Frank de Boer voetbal, maar dat moet kunnen. Promes. Je ziet wel een hoop uh, balletjes uh, zo achter het standbeen, buitenkantje voet. Uh, dat, ja, dat is toch wel, dat is toch wel grappig? En de rest met de corner. Ik had geen idee dat hij dat kon. En dan hier links hebben we natuurlijk de XG. Dus we hebben nu uh, 14 schoten, 10 op doel en een XG van 1,62. Dus we doen beter dan voorspeld. We zouden uit dit, deze kansen van onze, zouden we eigenlijk 1,62 doelpunten moeten scoren. En we hebben er nu 3, dus we doen beter dan verwacht. Ik denk dat ik het zo moet lezen. Ik heb er nog niet heel veel uh, tijd aan besteed om dat te bekijken. Promes, ja fantastische bal weer van Klaassen. En Promes die maakt het weer fantastisch af. Kudos hier. Adi goed driehoekje. Klaassen met de bal in de diepte. Promes loopt door zijn man heen. Dat is dan wel een kick. En het is 4-0. Oh yeah, 4-0. Nog in de eerste helft. Dakriet. Verlies van Kudus. En nu is het 1 tegen 1. Promes ontvangt de bal op links. Gaat buiten buitenom. Binnendoor, buitenom. Voorzet. Neres. Masroei met de inworp. Op van Bohemen. Ik heb nog niks aan de inworpen en aan de dingen gedaan. David Res op de paal. Ai. Ik heb daar nog niks aan gedaan aan die instellingen. Ik ben even op zoek gegaan naar wat stafleden. Dat is, dat is niet onbelangrijk. Ah, daar komen we. In de, de rust. We zitten in de kleedkamer. Dat is dan wel weer kik. Die jongens zitten zo blijkbaar. Blijkbaar zitten alle. Uh, wisselspelers zitten aan de kant, wegwezen. En dan kunnen we zeggen in de ruimtes praten. We kunnen tegen de verdedigers, de middenvelders, de aanvallers. En ik kan ook gewoon een individu kiezen. Um, dan hebben we de hoe ik uh, overkom. Dus ik heb no gesture. Gooi waterflesje. Ik wil niemand blesseren. Gooi de handen in de lucht. Van, ik weet het ook allemaal niet meer. En wijs met de vinger, jij paardenhoe. Armen over elkaar. Ik ben het niet met jullie eens. Stop je handen in je zakken. Dat is eigenlijk als je zoiets hebt van, nou, ik heb best wel koude klauwtjes. Maar we zitten in de zomer, dus we hoeven niet de handen in de zakken. De hand op de heupen is, ik weet eigenlijk niet wat dat is. Wat is handel? Ik weet het niet. Met open armen, dat lijkt me fantastisch en ik ben tevreden. En ik denk dat ik het goed heb gedaan, want ik zie alleen maar groene dingen. En nou moet ik, oh wacht even, natuurlijk. Die, uh, die hebben helemaal getraind, natuurlijk nog. Dus ik ben van beide teams de, de trainer. Ik heb alleen geen enkele selectie gekozen. Dat is dan wel weer apart. Maar goed, de tweede helft, baas. Die, die heb wel geluisterd naar mij, want ik moest even snel tussen de kleedkamers door. Uh, ik moest eerst in de ene kleedkamer zeggen: Jongens, goed gedaan. En met de armen in de lucht. En, en die andere heb ik toch even een waterflesje meegenomen en uh, gegooid. Hopelijk is er niemand geblesseerd geraakt. En het is 5-0. Net naar rust. Tadić, ja, ja, goed gereageerd. O, gewoon een goede reactie. Lekker hoor. Geen buitenspel zoals je ziet. Tenminste, ik ga ervan uit dat uh, de, de, de roze lijn dat, dat uh, Tadietsch uh, was. Zeg maar, of in ieder geval Martinez. De aanvallende partij en uh, ja zoals je ziet we zouden volgens de XG uit deze dingen zouden we tot 3,66 doelpunten moeten komen. We hebben de 5. Ja, Ja, ben ik wel benieuwd wat dat voor jong is. Zo. Dit was hard. 6-0. Nico, Tania Pico. Nico, Nico. Nico. Ja, ja, loop dan maar, schiet er dan maar. Die, die setverdient. Die, ik hoop niet dat die een carrière als rechtsback verwacht. Want. Die, nee. Ik weet ook niet wie je hebt dit gekozen. Wat is dit? Ik kan je vertellen, ik heb geen uh, van die gasten gekozen. Uh, goed, uh, de XG van uh, de Jonge Ajax is 0,48. Dus die hadden eigenlijk wel minimaal op 0,48 doelpunten moeten staan. Ja, en nu Promes weer. Het is werkelijk maar nog vlak voor tijd. Je ziet het. Die jongens, die beginnen een beetje moe te raken. Maar toch ook weer niet helemaal. Het is op de helft. Het is echt een oefenwedstrijd. Een halve kracht. Maar toch 7-0. Promes met drie doelpunten inmiddels. Even kijken, hoor. Promes, promes. Vier. Vier goals, promes. Twee van Neres. Eén keer Tadic en één keer Nico Tagliafico. En uh, ja, we hebben 7-0 gewonnen. We zouden eigenlijk 4,48 doelpunten moeten scoren. Maar we hebben er meer gescoord. Uh, het is een 7-0 overwinning. Ik ben echt werkelijk waar tevreden. Ik doe de arm omhoog. En ik ben erg blij met het resultaat. Uh, wil ik nog wat zeggen over de aanvallers? Met open armen. I'm delighted with your effort. Mooi man. Fantastisch. Nu moet ik hier weer met de vinger wijzen. Armen over elkaar. Wat wil ik? Wijs met de vinger. Uh, vergeet het resultaat. De uitvoering was goed. Waar is het niet mee eens? Interesseert me eigenlijk niet zo heel erg veel. Want uh, nou, het was een oefenwedstrijd. Dat waren de eerste beelden van Football Manager 2021. We zitten in de beta- of beta-versie, hoe je het wil noemen. Uh, we gaan lekker verder met Ajax. En uh, de eerstvolgende video uh, komt er weer aan. Uh, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende.